Er zijn in principe drie belangrijke punten en redenen waarom dat wij dit fietsstimuleringsprogramma zijn aangegaan met Chase. 1 is het verbeteren van de doorstroming op het industrieterrein en op de provinciale wegen. 2 is het verbeteren en het in stand houden van de vitaliteit van onze medewerksters en medewerkers, dus een stukje gezondheid. Dat sluit goed aan bij het beleid van Habuva. En als derde, dat is dat wij met minder parkeerplaatsen uit de voeten moeten kunnen. Wij gaan de medewerkers uit de auto en op de fiets krijgen door een integraal pakket van een aantal maatregelen. Een van de belangrijkste maatregelen is vandaag het startpunt van Chase. Een ander pakket aan maatregelen is een pakket wat we al een aantal jaren geleden hebben ingezet. En dat betekent goede parkeervoorzieningen voor de fietsen, oplaadpunten, een fietsstimuleringsprogramma waarbij Habuva de fiets stimuleert door middel van financiële compensaties, kilometervergoedingen, douche- en kleedmogelijkheden. En als zodanig vormt dat een geheel pakket waar we zeker veel medewerkers mee op de fiets en uit de auto kunnen krijgen. Wij denken dat onze medewerkers heel veel zin hebben om steeds meer en meer de fiets in plaats van de auto te gaan gebruiken.